Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag 1 februari en het is nu 11 uur. En ik heb je zojuist Kiara wakker gemaakt met mijn geschreeuw. Want ik heb super goed nieuws. Ik ben zo blij. Little Mix komt weer naar Nederland met een tour. Dus ik was echt aan het jodelen voor live. Maar dus dat, en toen maakte ik Kiara wakker. Ja, wordt wakker. Zodat ze zegt, wat? En ik dacht echt, oh, wat erg. Maar ik ben nog steeds met Kiara. Alleen Kiara die wil niet op camera. Omdat ze zegt, ik zie er niet uit. Ik zie er wel leuk uit vandaag. Maar we gaan nu lekker naar beneden. Want we hebben gisteren het deeg gehaald om croissantjes te maken. Dus dat gaan we nu maken. Voor 1 en Kiara die heeft zich helemaal klaargemaakt, want die gaat zo meteen naar huis. Ja, werken. En ik ga vanavond met Ines en Sophie, die komen daar naar me toe, en dan gaan we de Voice of Holland kijken. Die begin in, want Little Mix is daar en die gaan dan zingen Woman Like Me en Think About Us. Do you think about us? Oké, en ik moet zo meteen ook nog even boodschappen doen. En dan ga ik jullie daar ook mee naartoe nemen. En ook nog de vlog van maandag monteren. Want die is nog niet helemaal af. That's my planning for today. Wanneer ze een kei-cd heeft en helemaal begint te glunderen. I can't. Oké, inmiddels is het alweer 2:30. Ik heb mijn vloggie geëdit. En nu is het voor mij tijd om naar de supermarkt te gaan. Want ik ga wat lekkere dingen halen voor vanavond. Vanavond is The Voice of Holland. En Little Mix komt daar optreden. En Sophie en Ines komen. En super gezellig. Kiara is inmiddels al een uurtje of zo naar huis. Oké, ik ga nu lekker er vandoor. Ik ga boodschappen doen. Later. Oké, inmiddels ben ik weer thuis. En ik ga voor het eerst op mijn YouTube kanaal een boodschappenhol laten zien. Ik ben bij de Albert Heijn geweest. En dit is wat ik heb gekocht voor vanavond. Als eerste heb ik lange vingers gekocht. 90 stuks. Gaan niet allemaal op vanavond. Dan paprika chips. Naturel chips. Pink koeken. Dus roze koeken. Eigenlijk de bon. Dan heb ik mini snackjes gekocht. Kaasvlees gekocht. En dan heb ik Cola Light gekocht en een fles ijsthee. En voor deze producten was ik in totaal €8,76 kwijt. En de ijsthee was 87 cent, lange vingers 69 cent, ribble chips dus allebei €1 per stuk. Roze koeken ook €1, basic cola 89 cent, maar bij de ijsthee en cola kwam er ook nog 25 cent statiegeld bij. Mini snackjes waren €1,85 en de kaasvlees waren 99 cent. Dus dit ga ik even allemaal opruimen en zo. En dan ga ik lekker chillen. Nu, kan iemand zeggen? 2:25. Het is nu 8:55. En ik ben met Sophie en met Ien. Sophie wil niet op camera, maar Ien is wel. Daar zit ze. De prinses voor een dag.
En we hebben lekkere snackies. Best voor leven. We hebben lekkere snackies gehaald. En ondertussen zijn wij dus hierachter al Little Mix aan het bekijken. Moet ik niet alles op vuur zetten? Ja. En nu, ik ga even een theetje zetten voor deze theeleut. Tung. Ik wil zelf ook thee, dus. Oké, even kijken op 4. Oké, dan ga ik dat even zetten. Thee zetten en dan, ja. Deze avond wordt super gezellig. Met veel eten, met veel drank. Naar huis en ik zit nog met Sophie hier en The Voice, oh, love it. Little Mix was tering goed en ik kan niet wachten totdat het woensdag is voor die kaartjes. I can't wait. Hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag 2 februari en ik lig in bed nog steeds. Het is nu 2:05, maar ik heb zo'n erge last van mijn maag. Dus ik weet niet hoeveel shots ik ga filmen vandaag. Ik ben gewoon vooral ook erg moe. En heel erg last van mijn maag ook. En er kan alles een kop bij. Dus ik ga dadelijk denk ik even stomen. Want het werkt altijd tegen bij mij. Of slapen en eventjes chill. Maar ik weet niet hoeveel ik vandaag ga filmen voor jullie. Dus sorry alvast daarvoor. En ja, als dit het laatste shot is van zaterdag, dan zie ik jullie morgen weer. En als er nog shots zien nakomen, dan veel kijkplezier nog. Oh schatje, hou me vast, til me op en ik laat me vallen voor je. Oh schatje, hou me vast, til me op en la 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 la, laat me vallen voor je. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag, het is nu 2:15. Ik ben al een tijdje wakker. Het is beter als gisteren met me, maar ik voel me nog niet echt helemaal fit ofzo. Dus ik ga vandaag gewoon lekker weer heel veel fruit eten, heel veel thee drinken. Gewoon lekker mijn lichaam rust geven en dan hoop ik dat morgen maandag weer een beetje de oude ben. Super lekker, even lekker warm in bad te zitten. En ik zit inmiddels op mijn bed bij mijn laptop. En zoals velen van jullie hebben gemerkt, is deze weekvlog iets anders geweest dan normaal. Normaal laat ik altijd zien wat ik doe en etcetera. Heb ik nu ook wel gedaan. Maar het is vooral de vrijdag die deze vlog helemaal leuk heeft gemaakt, denk ik. Want ik moet hem nog gaan editen. Omdat ik gisteren en vandaag niet zo lekker was. Heel erg ziek. Ben nog steeds niet echt beter 100%. Maar ik heb wel weer de vlog camera gevonden eigenlijk. Maar in de volgende weekvlog kunnen jullie zien of het me wel lukt. Om Little Mix kaartjes te kunnen bemachtigen voor een concert op 25 september. Als jullie deze vlog zien. Als jullie deze vlog zien is het 7 februari. En ik weet dan niet of er nog kaartjes zijn. En heb je nou een kaartje voor Little Mix? Laat even weten hieronder in de reacties. Want ik ben super benieuwd wie er allemaal gaan. En dat soort etcetera. Ik ga zelf ook. Ik weet nog niet of ik een kaartje bemachtig. Maar dat gaan jullie allemaal zien in de weekvlog. Die voor jullie weer maandag online staat. Dan bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hem alsnog leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet ook zeker niet dat notificatiebelletje aan te klikken. Want dan krijg je iedere... En vergeet ook zeker niet even dat informatie... En vergeet ook zeker niet even dat belletje aan te klikken voor een notificatie. Want dan krijg je weer een melding op je mobiel, desktop of waar dan ook
van Jamie heeft een nieuwe video geüpload. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer op mijn kanaal. Dus tot maandag. Bye.